We herdenken dit jaar 255 jaar vrede met de Marrons en het is een jubileumjaar, dus een van de activiteiten is dus de historische boottocht en dat hebben wij vandaag hier georganiseerd. Minima. En gevarieerd natuurlijk naar haar culturele activiteiten. Iedereen die via deze wateren is binnengevaren heeft een historie. Mevrouw Caprinos is historicus. En we hebben haar bereid gevonden om die vertelling te doen. Lantifus Ranang erkena deni silikwan nationale di biblioteca adina kuala mala anot maron suma. En dat moet demonstreren die de paka. Dus na het tweede lezen, dat de commissie die ze organiseert, boter die ze... En wanneer ze niet staan, dan kosten in haar omgeving die ze. Nou, een moment die voor membre. Mafausado, Anana Blewa, Fausado, 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 Anana Blewa. Vorig jaar zijn er op dezezelfde plek offers gebracht, maar die offers waren alleen bestemd voor de verdronken slaven. Ik heb gemerkt dat deze ceremonie anders was en de offerande niet alleen bestemd was voor die verdronken slaven. Het heeft een nationaal karakter en we herdenken een ieder die via onze wateren binnen zijn gekomen. We denken ook aan de andere bevolkingsgroepen die Suriname rijk is. Ze hebben ook allemaal hun geschiedenis. We hebben hun allemaal bedacht vandaag omdat we weten dat niet een ieder voet aan wal heeft kunnen zetten. Vanwege de oorzaken die liggen daar. Anderen konden niet vanwege ziekte. En de koloniale heersers hebben toen bepaald wie toch wel kon doorkomen. Ja. Free Fukatibo. Free Fukatibo Nashkin Maadege. No free. Bebeji in the
aning fu anana kedia makedia mbo. Hoe gaat het nu met de nakomelingen van de slaven? Het is een lange weg. Maar ik denk dat we bezig zijn. We zijn op de goede weg. We zijn bezig met de integratie, de acceptatie. We organiseren dingen samen. We doen zoveel dingen samen. Dus ik denk dat we op de goede weg zijn. Het bewustzijn wordt dus duidelijker. Dat we één zijn. Vooral als we onze geschiedenis goed kennen. En ik denk dat wij als Marons onze weg ook kunnen vinden tussen alle andere bevolkingsgroepen. Wat vroeger minder het geval was. Oh,